Deze buitenkant is een van mijn absolute favorieten in het Nationaal Park. Het is een zangvogel die zelfs ooit uitgestorven geweest is in Vlaanderen. Het mannetje kan je heel gemakkelijk spotten van op de paadjes, omdat hij heel graag bovenop een struik zit, op een dooi tak of zo. Het is een langgerekte, grote zangvogel met een grijze kop en een zwart zorgelmasker. Hij zit zo hoog omdat hij daar een goede uitkijkpost heeft, omdat hij constant moet jagen. Hij moet eerst zijn vrouwtje overtuigen door genoeg insecten aan te brengen als het vrouwtje komt bedelen om te kijken of hij goed genoeg is. En daarna, als ze aan het broeden is, moet hij eerst haar voorzien terwijl hij op de eitjes zit en daarna het hele gezin. Vroeger kwam hij heel veel voor bij ons, omdat we toen heel veel kleine hooilandjes hadden met hagen en heel veel insecten. Maar vandaag de dag komt hij zijn insecten zoeken in het open landschap van het Nationaal Park. De jongen zijn juist uitgevlogen, dus de kans is groter dat je er een spot. Dus haal die verrekijker uit de kast en kom naar het Nationaal Park Hoge Kempen en spot de grauwe klorien.